Vandaag is de voorstelling van Tessa van Ballet. En Tessa is er nog niet helemaal klaar voor, geloof ik. Die ligt nog onder een dekentje. Ik mag straks... Oké, maar dat filmen we maar even niet, want je mag eerst wat kleertjes aantrekken. En we hebben vandaag twee meisjes die ik mag de haren mogen doen. Van Larissa, dat is een vriendinnetje van Tessa, die doet ook mee aan de voorstelling. En van Tessa zelf natuurlijk. Dat is er, Mop. Wat wil je zeggen? Doe maar niet. Wat zeg je nu? Ik zei, misschien krijg ik wel bloemen. Denk je dat? Ja. Heb je daar zin in? Ja. Oké. Ben je klaar voor de voorstelling? Ja, maar ik stond er net op het ene. Oh ja, wil je dat niet doen, liever? Oké. Ik zou even aankleden. Oh, ik heb een liedje van Enzo Knol geleerd. Oh, vertel. Ik ben Enzo Knol en ik hou van Moronse kaas. Dat is toch geen liedje? Ja, dat weet ik. Nou, oké. Maar dat zegt Enzo Knol. Oké. Power! Knol power! Oké, nou, jij gaat je zo aankleden en ik ga wat aan je haar doen. En dan kijken we zo weer nee, verder. Het is inmiddels 11:45 en ze moet om 10:30 moet ze bij het ballet zijn. En inmiddels is er stress, want haar is nog niet gedaan. Ze loopt nog steeds zonder kleertjes rond. Dus hopen dat ze nu een beetje op gaat schieten. Zo, Tess, wat gaan we nu doen? Zo meteen ga ik naar de balletvoorstelling. Omdat ik daar ga balletten. Sommigen gaan dan kijken. En dan ga ik balletten. Cool. Zullen we nu eerst je haar doen? Ja. Oké. Doei! En Tess? Ik ben klaar voor de voorstelling. Ja, laat je haar zien. Tada! Balletknot alweer. En dan gaat de deur weer. Daar gaat ze. Dat was Larissa, die was de badjas vergeten. En wat ga je allemaal in je tas meenemen? Kijk, dit. Deze. Waarom doe je zo'n dingetje erbij? Zo even. Ja. Als ik mag niet knoeien. Oh ja, dat was wel slim van je. Om te tekenen. Een heerlijk yummy koekje. Mm-hmm. Een waterflesje. Ja. En... twee paar balletschoentjes. Moet je wel de goede bij erbij nemen. Ik heb een beetje eentje eruit halen. Ja, jij zei juist, laat maar zitten. Als het niet lekker zit, dan kan je die andere nog nemen. Ja, dit nemen we dus allemaal mee. Ja? Ja. Nou, het is nu 11:45. En om 10:50 moet je er zijn. Dus ga je spullen maar in je tas stoppen. En dan gaan we er zo heen. Ja? Ja. Zo, Tessa. Ben je klaar voor, wijfie? Ja. Loop maar. Dan gaan we met de auto naar het ballet. Normaal gesproken zouden we wel op de fiets gaan, maar... we zijn bang dat Tessa valt of zo en dan daar Pinty kapot maakt. Dat mag natuurlijk niet, hè? Nee, dat mag niet. Helaas mogen we niet filmen bij ballet zelf. Dus dat betekent dat jullie er niks van kunnen zien. Want wij kunnen wel een video kopen. Maar helaas, pindakaas, die foto's en die beelden mogen we dus niet gebruiken. Dus dat is wel een beetje jammer. Oké, we gaan naar ballet. Ja, kom maar. Lopen maar. Kom maar, kom maar. We zijn er bij de Koningshof. Tessa, wacht even. Joehoe. Wacht nou even. Tessa, wacht even. Gewoon. We zijn bij ballet. Wat ga je nu doen? Ja, wacht even, lieverd. Je rent gewoon weg. Wacht even op je mama. Ik moet toch ook weten waar je bent? Joehoe. Dus. Ze gaat gewoon vandoor. Oh, daar is ze. Zie je, er staan nog veel meer kindjes. Siri, ben je er klaar voor? Ja. Heb je er zin in? Ja. Wat ga je doen? En Siri die gaat in haar tas kijken wat we allemaal in haar tas hebben. Ja. Zo lekker. En wat ga je zo meteen doen? Nou, ik geloof niet dat Siri nog tegen me gaat praten. Oh, dat is handig, man. Ik denk dat het knutselen belangrijker is dan de balletuitvoering. Ja, handig. Ja, hi Faye, heb je er zin in? Ja. Ja, wat ga je doen? Ik heb wel gedoet. Oh, balletuitvoering. Wat heb jij in je tas allemaal meegenomen? Balletspullen. Oh, balletspullen. Ja. Ook een flesje water hier. Flesje water, oh, dat is als je dorst krijgt. Oh ja, handig.
Ik zie het V, er staat V op, dus dan is het voor jou. Danijs. Danijs. Danijs? Danijs. Wie ben jij? Danijs of de Danijs? Of de Danijs? Danijs. Danijs. Ja, Danijs. Zeg maar tegen mama, Danijs. En daar hebben we Lara, die zit wel een paar balletklassen hoger. Wat ga jij doen, Lara? Nou, ik ga nu een nectarine eten en wachten tot de rest van mijn groep er is. Maar wat ga je bij de voorstelling doen? Oh, nou, dansen natuurlijk. Uiteraard, dat is een stomme vraag voor mij. Het zijn allemaal. En gewoon, welke dansjes ga je dan doen? Footloose en Amerika. En veel. Wat zeg je, Fee? En weet ik veel. Oh, dat is een nieuwe dans dan en of zo. En mijn pakkie aan. En voor finale dans doe ik Nieuwe Dag. Cool. Nou, ik ben benieuwd. Dat gaan we straks allemaal zien. Ja. Zo, Tess. Je mag met de mevrouw mee. Ga je je best doen? Oh, ja. Zin in? Zin in? Joe. Dat is al. Heb je er zin in? Ja. Oké, okay, succes. Dag, liefie. Zo, Tess afgeleverd. Ik ga nu nog even snel naar de speelgoedwinkel. Even een kleinigheidje halen. Vorige keer had ik bloemen gehaald, maar volgens mij vind ik zo'n kleinigheidje leuker. Wel ze ook gekke bloemen is. Dus de koningshoek in. Oké, okay, inmiddels cadeautjes gehaald en mueslibollen. Want ik kan dus eigenlijk helemaal niet naar huis toe meer. Want het begint allemaal veel eerder. Nou ja, het begint niet eerder, maar je moet eerder aanwezig zijn. En ik heb nog 2 kaarten nodig, want Tessa wil per se dat we allemaal komen. Begrijp ik ook wel, dus gaan we ook gewoon doen. Dus ik ga weer terug naar de Koningshof. Een kaart thuis vergeten. Dus nu zit ik even heen en weer om kaarten te halen. Rennen. Jee. The hills are alive with the sound of music. Kijk, Christel is er. Dat is de moeder van Siri. Die hebben we net op de film gehad. Minstens zo nerveus. Echt waar? Mm. Wat heb je gekocht? Ik heb een nou, mevrouw was er wel wat. Nee, ik heb een... Ik moet opletten op mijn woorden. Ik heb een kaartje gekocht vooraan, want ik ben wel een beetje een control freak. Aha. Dus ik heb man lief geïnstrueerd om een roos te kopen. Want ja, dat wel een mooie erbij. Roos voor 4 minuten ballet. Moet natuurlijk wel een mooie roos gegeven worden. En daar moet een kaartje aan vast. Maar mocht man lief het vergeten, heb ik het kaartje gekocht. En dat moet even beschreven worden. Ja, helemaal leuk. Dus lekker met veel glitters en roze. En dan word je precies, vast helemaal blij. Van, ja, precies. 5, 6 mooie vrienden. Nou, helemaal leuk. Dus jij nerveus voor je dochters voorstelling? Zeker. Echt waar? Ja, het is natuurlijk de tweede grote optreden van haar leven. Dus vol verwachting klopt mijn hart. Ja. Nou, we hopen dat Rick zo komt. Anders hebben we 1 kaart te weinig. Anders hebben we een kaartje te weinig en Rick te weinig. Dus nou, we gaan het zo wel even zien. Daar is die! Yay! Bert, heb je de kaart? Tadaa! Zo, hebben we er zin in? Ja hoor. Oh, je klinkt echt enthousiast. We hebben ijsthee voor je gehaald. Ik wil wel even Christel, de moment te pakken. Nee, ja. Je bent nu... Nee, alsjeblieft. Het houdt een keer op. Ja, maar ik wil gewoon 12,50 euro. Dank u. Dus ik krijg nu geen toonladder meer? Nee, 12,50 euro en dan... En als dat geeft nu die niet voor jou de overzicht. Je hebt toch geen absoluut gehoor, dus maakt niet uit of het nou een F is. Je hoort het toch niet. Toch? Nou ja, ik denk dat alle kijkers nu wel heel erg teleurgesteld zijn. Dat ze niet die toon hadden van jou te horen krijgen. Want je bent natuurlijk wel een echte zangeres. Ja, ik kan dat wel hoor. Nou, laat maar horen. Nou, kijk eens even. Wat was dit? Dat biedt perspectief. Wat was dit? Dit was wel een vies. Vies. Ik heb een 8,3 voor me zingen, dus ja. Oh, zing nog een stukje dan. Nee, laat ik dat maar niet zingen. Ah joh. We zijn nu toch in theater De Uiver. Dus zing, ja, dat staat daar. Als we op het podium gaan oproepen, ga ik zingen. Daar hou ik me aan. Nou ja, maar ik geloof niet dat ze dat gaat doen. Waarom? Nou, een beetje jammer weer. Ja. Nou ja, geen Sound of Music meer, geen toonladders. Helaas, iedereen begint gelijk op zijn telefoon te klikken. Tram. Kijk. Stilzetten. Ja, zo'n hype heb ik niet. Je moet even van foto's kijken. Foto's kijken van wie? Nou, degene die met mijn uitwisseling, die had een camera en die heeft heel veel foto's gemaakt. Die zou ik graag willen hebben. Oh, die mooie foto's. Ja. Hoe heet zij?
Gemma. 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 Zo heet mijn naam. Uit Spanje. Echt waar? Dit is een Spaanse schoon, hè? Zo, ik moet heel hoog nu, want Rick is heel hoog. Ja. We staan nu al een kwartier te wachten. De zaal gaat zo open. Tenminste, die zou om 1:30 open gaan. Het is nu inmiddels al 1:45. Om 2:00 gaat het beginnen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit in godsnaam gaan doen. Succes. Ja, bedankt. Ja. Hey Evie. Wat ga je doen? Of vind je mijn lampje? Vind je hem goed? Ik zie je helemaal niet meer. Dat komt door het lampje. Maar ik heb hem echt. Ga je naar Siri kijken? Vind je het spannend? Ja. Ja, hè? Evie, hoe oud ben jij? 4 jaar. En Siri is 6, hè? Nee, bijna 6. Oh, sorry. 5. Natuurlijk. En wat moest ik nou doen, Rick? Als we dit kaartje, is heel belangrijk, dan moet je met dit gaatje naar voren. Dan kun je gelijk checken. En dat er niet hier illegale mensen binnen zitten die zomaar naar binnen zijn gelopen zonder een kaart te hebben. Jij ook weer. Een irritant lichtje. Ja, vind ik ook. Ga je het uitzetten? Ja. Allee, oh. Ja, zeg maar. De voorstelling gaat zo beginnen, hoop ik, denk ik, want om 2:00 zou het moeten gaan beginnen. En dan gaan deze mooie doeken gaan omhoog. En dan gaan we kijken naar de prachtige uitvoering van de ballet dames. Joehoe! Hallo prinsesje! Ja, tuurlijk! Hoe was het? Goed! Wat heb je het leuk? Goed gedaan, man. Even kijken als hij hier is. Vind je het leuk? Ja? Zag je ons zitten? Ja? Je hebt wel heel veel naar ons gezwaaid, hè? Je bleef zwaaien. Ik weet niet of dat nou de bedoeling was. Ik wil niet cadeautje. Oh, je wilt cadeautje. Nou, gebruik maar dan. Heb je leuke tas meegenomen? Ja, die denkt ook. Anders meenemen. Wat zou het zijn? Ik weet het niet. Wat leuk! Oh, ook nog een torentje. Vind je het toch leuk? Ja. Ja, hè? Wat leuk. Nou, vanavond moet je nog een keer. Heb je er zin in? Ja. Oké. Okay. Tess, laat zien wat je gehad hebt. Een gelukspoppetje en volgens de papa en mama heb ik de storm. Leuk, laat gelukspoppetjes zien. Misschien was het toch een beetje donker, maar... Toi, toi, toi. Je kan het. Helemaal leuk. Hier. Ik er bijna moest van huilen. Moest je er bijna van huilen? Ja. Vond ik wel leuk. Ja. En vond je niet in het donker? Zit een meisje. En ik heb nog wat eten. Dus. Wat ben je aan het doen, Tess? Ik. Ja. Ik ben mijn hond even aan het afleiden. Oh. Wat vond je het? Leuk. Ja? Wat vond je het leukste? Dat kan ik niet kiezen. Nee? Denk ook spookjes. Ook spookjes? Ga je kroontje op, hè? Ja. Nu hebben we even pauze en dan 6:45 moet je weer terug. Voor de tweede keer, toch? Ja, en ik heb deze gekregen. Woehoe! Een snoorarmband. Ja, die vond ik zo erg leuk. Wou ik al. De snoorarmband. Heel goed. Nou, dus. Succes met pauze houden. Zo, Tess, ben je klaar voor de tweede voorstelling? Ja, maar alleen, kennen jullie Bumper? Bumper, ik ken Bumper niet. Wie is Bumper? Dat is, even kijken, dat is, Enzo's hond. Van Enzo Knol, ook van YouTube? Ja. Oké, maar je gaat zo weer naar de voorstelling? Ja. Een prachtige make-up heb je op. Dank je. En wat ga je doen bij de voorstelling? Kun je dat nog even vertellen? Misschien kun je Enzo even op pauze zetten. Dank je. Misschien kun je een klein stukje voordansen, want we mogen bij de voorstelling namelijk niet filmen. Dus kun jij even nu dansen. Ga maar. En van welk liedje is dit? Het is... Van Footloose? Nee, ik denk... Frozen. Is die van Frozen? En kan je die even van Footloose doen? Footloose?
Ja? Dat is dat eerste nummer dat je dat gestreepte t-shirt aan hebt. Dat is de jazzdance. Sorry, doe jij even de jazzdance. Ja. Ah, gaat wel goed. En is dan op het liedje van Footloose. Waarom schreeuw je zo? Het is jazzdance. Jazzdance, oké, sorry. Dus je doet Frozen jazzdance en je deed er toch nog eentje? Hocus Pocus zit er in het hoofd. Oh, nou, als je Enzo nog heel even pauze zit, kun je Hocus Pocus nog even laten zien. Smakelijk. Nou, laat jou. Die kan je zingen. Zing maar. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Die is van K3, hè? Komt toch nog een stukje bij? En dan. Je hoeft geen. Geen toverkracht. Je hoeft geen tovenaar. Nee, wat was het? Je hoeft geen. Tovenaar. Vee of elf te zijn? Nee, volgens mij gaat het anders. Nou, dat zoeken we nog. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Nee, het hoeft geen overleerling van Merlijn. Die was toch? Maar ik weet het stukje ertussen niet. En dan zo. Oh nee, dat is de jazz dance. Oh, dat is de jazz dance. Alles hocus pocus! Iedereen kan toveren. Ja. Zou ik deze keer heel erg wild doen? Doe maar heel wild. Hocus pocus! Iedereen kan toveren. Oh, dat is wel heel wild. Hocus pocus! Iedereen kan toveren. Dus gaat even helemaal los. Hocus pocus! Ja, we mogen niet filmen bij de voorstelling, dus dan doet ze het nu even voor. Hocus pocus! Iedereen kan toveren. Nee, het is iets met u hoeft geen tovenaar of vee te zijn of een leerling van Merlijn of zo. Iets in die geest. Nou, ik zeg succes. Toi, toi, toi bij de voorstelling, Tess. Je gaat weer terug. Ja, doei. Tot straks bij de voorstelling. Zeg je? Moet naar de andere kijken. Dat kan nog. Dat kan. Dan gaan we nog even naar de andere kijken. Was het leuk? Heb je naar je zin gehad? Ja. Zag je ons zwaaien? Ja, hè? Goed zo. Gelukkig zag je ons. Nou, hard praten. Het was fijn dat jullie ons zagen. Link even op onze site. Hier beneden gaan we linken. En ik denk dat we een hele gezellige dag gewoon gaan maken nog. Maar het is nu alweer heel erg laat. En ik ga even nog naar de andere kinderen kijken. Ga ik naar huis en lekker slapen. Doei! En nog abonneren? Abonneren op ons kanaal! Ja, en? Dat weten jullie meer. Duimpje omhoog geven. Doei! Goed zo, meisje.